Ik wil ook mee gaan doen met het schutwal. Ik had gelezen over dat er een politieagent in Canada of zo, die had een opmerking gemaakt over dat meisjes er maar niet bij moeten lopen als een sled. Ja, ze lokken zelf uit. En ja, jongens genieten van en meisjes worden gebruikt en dan op het einde, ja. Meisjes moeten er gewoon bij kunnen lopen als je wilt. Het mag dus echt niet als een meisje een kort rokje aan heeft dat je daarom dat ze daardoor een signaal uitgeeft van hé, mij moet je hebben. Dat is niet de reden waarom ik een kort rokje aantrek. لا تندهش يوم السبت القادم عندما ترى موكبا من الفتيات والسيدات باللباس المنفتح في ساحة الدام بمركز مدينة أمستردام، حيث تنظم بعض النسوة الهولنديات موكبا خاصا للدفاع عن الحرية الجنسية يطلقن عليه اسم عرض العاهرات أو سلوت ووك. بدأت فكرة سلوت ووك في مدينة تورنتو في كندا، والسؤال هو هل تلبس الهولنديات عموما ملابس فاضحة؟ If I would wear a see-through shirt with something underneath though, or maybe just a nice bra, I wouldn't necessarily cover your legs up. And I would cover my legs up, obviously, but then definitely I would get some. Ja, het is gewoon niet nodig om je zo slecht te kleden. Well, slut. Yeah. Are you on your way to work? Yeah. Ik zie ze wel dan anders. Dan denk ik, oké, zij is makkelijk, dus haar kan ik wel gebruiken en regelen. Ja, ze moet het zelf weten, maar ik vind het niet kunnen. I don't feel slutty. I might feel sexy or sensual, something like that, but not a slut, definitely not. Ja, in Nederland moet toch een vrij land zijn om aan te kunnen trekken wat je wil aantrekken. Iedereen zijn eigen mening en zijn eigen kleding. Ze maken te veel gebruik van de vrijheid hier in Nederland, in Europa. En dan gaan ze te bloot dingen aandoen en zo. Wat ze willen ze dragen. Ik bedoel, ja, als je sletterig gekleed wil lopen op straat, dan moet je het vooral gaan doen. Ik denk dat je ook al een bepaalde verantwoordelijkheid hebt naar de mensen om je heen, zeg maar. Het kan ook best aanstootgevend zijn natuurlijk. Kijk, het is wel leuk, maar je verlaagt jezelf, je verlaagt je niveau. Mensen gewoon met kort rokjes, BH of zo, die op straat lopen, die lokt toch zelf uit. Al vinden ze lekker zitten, maar ze weten dat ze aandacht krijgen als ze naar ze worden gekeken en zo. Dus het is eigen schuld. I don't think anybody is asking to be raped. And I think everybody should be able to wear whatever they want to wear. Meisjes die echt sletterig gekleed zijn en korte dingen dragen en zo, denk wel dat ze zelf uitlokken. Hoe kan je er nou om vragen om aangerand? Dan is het toch geen aanranding meer? Het zou zonde zijn als je jezelf gaat verstoppen en zo. Omdat je niet nagefloten wil worden of omdat je last hebt van dat soort mensen. Ik vind dat zou niet moeten kunnen in het vrije land als Nederland.